kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Bloeddonoren gehuld door president Santokki. Overheid gaat over tot digitalisering van loonstrookjes. En SAP lanceert exclusieve Borgurum ter viering van 50 jaar CARICOM. President Chandrika Persat Santokki heeft een groep bloeddonoren geëerd tijdens een huldigingsceremonie voor hun vrijwillige bloeddonaties. Op donderdag 20 juni sprak de president zijn waardering uit voor de bijdrage van de bloeddonoren in een volle congreszaal en erkende hun inzet. Donoren die meer dan 30 keer bloed hebben gegeven, ontvingen een medaille en een certificaat. Op deze dag vierde het Surinaamse Rode Kruis tevens haar 84-jarig bestaan. En dat is het doel wat u in feite hebt beoogd. En de vraag is: welke beloning brengt u hier? Ik heb het al gezegd: de schepper had u beoogd. Wat had u beoogd? De medewerker die beloning was, die weet niet van wie. Hij was zijn bloed. Het is goed om aan u mee te geven dat er tussen u personen zijn die 50 keer, 60 keer, 90 keer en zelfs 100 en meer dan 100 keer bloed hebben gegeven. Natuurlijk, als ik even aan een decoratie vraag, kijk je ook, daar wordt je bevorderd in een andere klasse, respectievelijk de ridder, de officier of commandeur in de ene orde van de geestelijke. De klasse van je onderscheiding, dat ik niet heb gegeven. Jullie allemaal met de verdiende keer van de stijlen van de regio's. En ik vertrouw op dat u zich voortgaan van de medemens het leven van de stijlen. En ik wil, voordat ik afsluit, mij richten tot het bestuur van de stichting Nationale Bloedbank van het Surinaamse Rode Kruis. Ik weet dat jullie weten, maar vandaag moeten we hen ook feliciteren. Want de stichting mag terugzien op 84 jaar dat u instrumenteel bent om de gemeenschap van bloed te voorzien. Thank you.
De regering is binnen het kader van automatiseren van het overheidssysteem overgegaan tot het digitaliseren van de loonstrookjes. Naar aanleiding hiervan hebben ongeveer 35.000 landsdienaren zich reeds geregistreerd. De overige landsdienaren krijgen alsnog de ruimte dit te doen. In een gesprek met de Communicatiedienst Suriname op vrijdag 21 juni zegt directeur Nasir Eskak van Binnenlandse Zaken dat het digitaal verkrijgen van de loonstroken voor meer gemak zal zorgen voor de bevolking. Inderdaad is onder andere de beschikbaarstelling van de loonstroken nu digitaal. En dat ligt in het traject van het aanbieden van e-diensten aan de totale bevolking. Met het oog op meer gemak, want je zou het dan overal kunnen opvragen. Meer gemak daarmee creëren voor de bevolking. En in dit kader, voor wat betreft de landsdienaren, die kunnen al sinds geruime tijd hun loonstroken digitaal verkrijgen via een platform waarbij wel als voorwaarde wordt gesteld dat men een digitale ID eerst moet aanmaken. En het is een heel makkelijk proces, bestaande uit een paar stappen die gevolgd moeten worden, waarmee je dan een digitale ID zelf daarmee aanmaakt. Als dat is gebeurd, dan kom je terecht op een portaal waar er behalve de loonstroken nog andere diensten worden aangeboden. Een van de diensten die we nu helemaal full-fledged draait, om het zo te zeggen, is bijvoorbeeld vuurwapen aanvragen. Die kun je uitsluitend maar via een online aanvraag doen. Het is niet meer zoals vroeger dat je dan naar het kantoortje van justitie en politie zou moeten gaan voor een aanvraag bijvoorbeeld van het vuurwapen. Dus op deze manier proberen wij dan de zaken die ook belangrijk zijn voor de landsdienaren, ook digitaal aan te bieden. En in het geval van die loonstroken is dit een van de diensten waarvan de fysieke loonstroken per eind deze maand, juni 2024, zullen worden stopgezet. Ik moet wel gelijk aangeven dat er tot nu toe 35.000 mensen, van bekomen informatie van eGov, die dit alles faciliteert. Ja, 35.000 landsdienaren intussen wel al een digitale ID hebben aangemaakt en intussen ook wel van de beschikbare e-diensten op het platform gebruik kunnen maken daarvan. Als per eind juni is gebleken dat er nog een groep ambtenaren is die zich nog niet heeft geregistreerd, geen digitale ID heeft aangemaakt, dan is er een voorziening getroffen vanuit CEBIMA met de salarisadministratie, waarbij die landsdienaren dan op vertoon van een ID-kaart een outprint kunnen krijgen van hun loonstrook. De Suriname Alcohol Beverages NV, SAP, heeft als nationale rumproducent een exclusieve Borgu rum ontwikkeld ter gelegenheid van 50 jaar Caribbean Community, CARICOM. Op donderdag 20 juni 2024 is deze gelanceerd in het rumhuis. Stephen Maayong, directeur van de SAP, heeft de eerste fles overhandigd aan minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, BIBES. Wij nemen u terug naar dit moment. Wij zijn natuurlijk als alcoholproducent heel erg blij dat we deze gelegenheid hebben kunnen aangrijpen om 50 jaar CARICOM te kunnen vieren door het uitbrengen van een speciale rum. Het is eigenlijk voor ons de kroon, de kers op de taart,
om zo'n product te kunnen uitbrengen als met de ode aan de CARICOM, wat er in de afgelopen 50 jaar zich heeft voltrokken binnen de CARICOM. Dus daar zijn we erg trots op. Deze blend is speciaal omdat het een 10 jaar oude rum is. Dat betekent dat die rum heeft 10 jaar lang gelegen in die vaten, in de eikenhouten vaten. En na die 10 jaar hebben we het eruit gehaald en gezegd van we gaan het dan blenden met een hele speciale potstil gelagerde rum. En dat maakt deze rum zo uniek. En over het feit natuurlijk dat wij hele goede mensen hebben hier die hele goede rum en andere producten kunnen maken. Het mooie ervan van het etiket is namelijk dat het vertegenwoordigt eigenlijk wat Suriname voor staat. Hè. Dat de minister Ramdien ook. 93% van Suriname is forest. We zijn het meest zeg maar beboste land in de wereld. En dat etiket straalt eigenlijk Suriname uit, bos. En aan de andere kant is het natuurlijk, Borgo is onze flagship brand. Borgo is een van de brands waar mensen naar Suriname komen en zeggen van Borgo is gewoon top of mind. En we zijn blij dat we dus die combinatie hebben kunnen maken met het oerwoud van Suriname, de forest. En natuurlijk het product. Het is een limited edition. Het is de bedoeling dat het ter gelegenheid is. Er is een paar beperkte oplagen gemaakt. Het zal geen rum zijn die dus doorgeproduceerd zal worden. Maar het is wel een rum die dus inderdaad dus nu een beperkte oplage gedaan van 80.000 flessen. En die flessen zullen dus in de, zeg maar, in de hele regio door de Surinaamse posten, diplomatieke posten, verspreid worden onder mensen. Het is eigenlijk een limited. Maar nogmaals, we hebben vaker in het verleden, Borgo was ook een limited edition. Ter gelegenheid van 100 jaar Marienburg. Borgo staat, zoals veel mensen niet weten, voor Burg, Marienburg. En Borgo was een limited edition, maar uiteindelijk is Borgo gewoon een begrip geworden. Dus het kan ook best zijn dat die CARICOM misschien ook een blijvertje wordt. Who knows? De bedoeling is eigenlijk dat het echt voor het buitenland is, voor de CARICOM en voor de internationale markt. Maar we gaan ook een deel beperkt beschikbaar stellen voor de lokale markt. Maar wel niet dat het in allerlei slijterijen gaat staan, dat is niet de bedoeling. In de CARICOM gaan een aantal flessen, kartonnen gaan we meesturen naar Grenada volgende maand. En de bedoeling is dat het dat dan via de Surinaamse buitenlandse posten gaat het dan verder gepromoot worden. Dus wij zorgen ervoor dat er voldoende voorraad zal gaan via de diplomatieke kanalen naar de verschillende buitenlandse vertegenwoordigers. Dus dat is eigenlijk een van de zaken die we daarom hebben geproduceerd ook, om Suriname uit te dragen naar de grote wereld toe. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.